maandag, dinsdag, woensdag. Woensdag? Herbezen. Koude lomp. Op een schaal van 1 tot 10, 7,5. Ja, dan, dames en heren, dan word je zo. Jezus. Goedemiddag. Middag is het, ja, bijna avond. Want ik kom net uit de supermarkt van stage. En nu ben ik thuis. Even mijn sjaal af, want het is toch wel heet. Een goede dag gehad op stage. Het vloog voorbij eigenlijk. Dus ik heb even eten gehaald. Ik ben heel slecht in bedenken wat ik wil eten. En vaak beslis ik dat dan ook op de terugweg van stage of iets. Maar wat ik dus voor vandaag heb gehaald zijn wraps. En nou, de helft was er ook niet. Dus ik heb Broes even gebeld. Die gaat de helft halen. En we gaan dat met kip eten. Op een soort van manier. Misschien denk je nu, gadverdamme. Maar het lijkt dus, naar mijn mening, lijkt het dus best wel op zo'n... Je hebt toch wel van die McWrap dingen. Met kip. En dan sla. En dan honing mosterd sausje. Nou, dan gooi ik er gewoon heel veel sla en... Groentjes, andere groentjes tussen paprika en dat soort shizzle. Dat vind ik heel lekker. En het is snel klaar. Nou, koken. Dat duurt allemaal nog even. Nu ik dus weer naar stage ga. Ik heb maandag, dinsdag, woensdag. Woensdag? Zo, kijk trouwens. Die wc-papier. Maar ze zijn ook blauw. Maar er zit een geurtje aan. Best wel lekker. Alleen als je je neus snuit, dan wordt het echt zo. Dan komt dat echt... Ja, je hebt dan geniest, dan moet je je neus snuiten en dan moet je gelijk weer niezen. Niet heel ideaal. Ja, ik kan nog niet echt beginnen met koken, want ik heb de helft dus nog niet. Ik heb nooit verstoppertje gespeeld. Nee, maar ik deed nooit voor de hele pot. De laatste kan gewoon iets vrij voor de hele pot en dan mag iedereen weer verstoppen. Jeetje. Nee, deden wij niet. Ieder voor zich. Lekker egoïstisch. Echt zo. Ja, dan, dames en heren, dan word je zo. Dan word je zo. Grappig. Hey, hoe was jouw maandag? Ja, lekker man. Ja? Nou, serieus wel best wel chillen. Bookings. Maar wel druk. Hey, wie is? Hier op de maandagavond. Ja, best vet toch? Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En het is vandaag weer een nieuwe stagedag. Het is nu ongeveer 8:10. En ik dacht, nou, ik loop even met een omweggetje. Want het is eigenlijk maar heel kort lopen. Dus dat ga ik nu even doen. Het is best wel mooi weer, dus dat is wel fijn. Ik heb vandaag wat dingetjes op de planning staan. Afspraken waar ik bij kan zijn. Dus daar heb ik wel heel erg zin in. Jezus. Ik moet er ook even eentje laten weten dat hij wakker is of zo. Ik was dus voor mijn stage nooit echt heel erg bekend in Delft. Nu ook niet hoor, daarentegen. Maar het is wel dat ik nu vaker even een rondje wandel of even in de pauze. En het is dus echt wel een hele mooie stad. Ik loop nu ook bij een kerk. Wat een geschiedenis. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb de afgelopen dagen even de camera links laten liggen. Niet dat ik jullie letterlijk links wil laten liggen. Maar het was gewoon eventjes, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik voelde me ook niet lekker. Maar goed. Ik voel me nu wat beter. En ik dacht, ik ga ook gewoon weer lekker de draad oppakken met 's ochtends wandelen. Nu ik toch weer productief wil zijn overdag met die verslagen, kan ik wel wat buitenlucht en inspiratie in de ochtend gebruiken. Ik ga dus vandaag aan mijn studie. En voor de rest doe ik nog echt even rustig aan, want ik wil volgende week gewoon weer op stage knallen. Goedemorgen. Goedemorgen. Shit, ik heb me verslapen. Oh. Waar ben je zo koude lomp?
heb jij geslapen? Ja, goed. Maar... ik sliep wel echt al... Trouwens, toen jij thuis kwam, hè? Ja. Ik sliep echt al 2 uur. Ja. En toen was ik dus wakker geworden. Echt 5 minuten later hoorde ik jou de trap opkomen. En toen hoorde ik dus ook opeens die mug. Toen was ik klaar wakker. Er gebeurt zoveel in je leven. Pluk de dag. Ik ga dit. Wat gaan we doen? Ja, je kan niks doen in deze kroon. Het wordt gewoon ingefeest. Broes, dat is echt smerig. Nog een? Nee. Okay, zo, dit is lekker. Oh. Waarom praat ik tegen niemand? Sorry. Wat een mooie dag. Het belooft veel goed. Ook al heb ik het totaal niet in de hand. Auw. Heb je al zin in je koffietje? Zo, ja. Ik ben wel blij dat je dat even met je B-keuze nog even kan doen. B-keuze, broerskeuze. Jij zou altijd een B-keuze zijn. Dit is toch jammer, hè? Zo scheef. Nou, geniet ervan. Is het fysieke inspanning of... Oké, mooi zo. Nee, ik heb verder niks te vertellen, want ik weet nog niet wat we gaan doen. Nee, dat is waar. Maar ben je excited? Ik ben wel excited. Op een schaal van 1 tot 10, 7,5. Nou, excited, zeg. Nou, zo ruim voldoende. Het kan alleen maar beter worden. Dat is het. De onwetendheid is die 2,5. Maar is ook wel leuk. Mission thuis. Mission in de zachte schulp van gezouten kaart. Ik heb het niet goed gedaan. Maar... en als verschillende smaken. Nou, dit is ook leuk. Ontdek smaak van koud water. Dat is echt een kutfilm. Hoe heette die? Het stond allemaal goed zijn. Of zo? Ja, hoe het moet zijn. Zoals het moet zijn. De film was dus niet zoals het moet zijn. Dat in ieder geval niet. Dus halverwege zijn we maar weggegaan. Want we dachten van ja, we zitten hier ons tijd te voldoen. Ja. Ik heb zo'n honger ook. Ik heb onderweg nu deze wortels gehaald. Want ik stik me de morgen van de honger. Dus nou, de avond is nog jong. Pluk de dag, pluk de avond. En we gaan gewoon vol gas terug. Goedemorgen. Het is vandaag maandagochtend. Iets over 8 en ik loop weer in Delft. Goed, ik start mijn week dus heerlijk met wat zonnestraaltjes. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie graag in een nieuwe video.